Op de dinsdag is het nog steeds begin van de week. Gisteren is het niet gelukt. Mijn dag was apart begonnen. De rooster klopte niet, dus ik ben wakker gebeld. En als ik dat ervaar op de dag, dan laat ik alles gaan. Dan ga ik met de dag mee, met de flow. Dus vandaar, vandaag. Heel bijzonder en het klopte ook. Dus daar ga ik jullie ook meer over vertellen voor vandaag. Laten we beginnen even astrologie. Zon nog steeds in de weegschaal, de maan in de leeuw. Dat is lucht en vuur samen. Dus op zich is altijd sprankel. Geeft hè, door het vuur. En als er dan lucht op komt, dan blijf ik zeggen, dan komt er dan twinkels of meer liefde, meer leven. Meer actie, meer vuur, meer passie. Maar tijdens hè, naar Deborah kijken, vertelde ze dat eigenlijk vandaag is de verjaardag van Deepak Chopra. En toen dacht ik, dat is hem. Dat is het. Om met mensen erover te hebben. Deepak Chopra. De spirituele een van de goden. Drie ene. Wat ik vooral voelde. Ik zag ook de post van Diederik. Vond ik fantastisch, Diederik, als je me ziet. Fantastisch. De reading van Deborah, blijf ik zeggen. Van Charity. We sluiten allemaal bij aan. Jacqueline met haar tarotkaarten. Ik vond het heel leuk. Ik zag dat Jennifer net vier elementen. Want dat is ook wat we nodig hebben. Alle elementen om tot rust te komen. En dat wilde ik jullie vragen van deze week. Ik ben altijd vurig. Actie. Reactie. Ademen. Mediteren. Doen. En dat klopt. Maar deze week ga ik je vragen om iets te doen, maar totaal op een andere manier dan wat we gewend zijn. Ik ga jou vragen om te zitten in jouw lichaam en te beseffen, hè, jouw hersenen, die snappen heel veel, laat me zeggen je derde oog, je ziel. Laten we het over de ziel hebben. De ziel die weet alles al. Maar om naar de ziel te luisteren, dat is waar we allemaal onderweg naar zijn. Dat is dat spirituele wat we doen. Dat is dan dat zout waar ik met iedereen over heb. De meditatie waar ik met iedereen over heb. Nu ga ik je vragen om in je lichaam te gaan zitten. En te beseffen eigenlijk dat jouw lichaam ook op reis is. Hè? Dus jouw ziel in de lichaam, dat is de avatar. En die heeft rust nodig. Die heeft het zijn nodig. Die heeft even nodig dat je even naar je lichaam gaat luisteren. Wat je nodig hebt. Want we gaan de Scorpio in. En ik blijf het zeggen. Ik voel het al twee weken. De geheimen over jezelf en een ander wat wordt onthuld. Kan lichamelijk je zo een opdonder geven. En je hersenen zijn op zich wel. Want wanneer je iets hebt gefixt in de lucht. Gebeurt er eigenlijk in werkelijkheid niet veel. Je weet het nu. Maar lichamelijk of om je heen. De omgeving. Dan denk je. Oh, zou meer. Wanneer je inzichten krijgt, verandert niet veel om je heen. Dus helemaal binnenin. Dus deze week, net als Deepak Chopra. Die reist heel veel. Omdat het natuurlijk allemaal voor hem lukt. Die heeft heel veel gedaan. Heel veel energiewerk om te zijn de persoon die hij vandaag is. Die heeft ook Jesus geschreven. De boek vind ik helemaal geweldig, die Roma. Om dat allemaal te bereiken, hoe Deepak Chopra dat deed. Was er echt wel stilte. En beseffen dat hij op reis is in dit lichaam. Dat is wat ik voor jou deze week vraag. En daarachter, ik had een gesprek met iemand en die zei ook, het valt me op dat veel mensen de laatste tijd hadden het over dat slaven en dat dwang. Maar veel mensen zijn een slaaf van hunzelf. Vraag ze om hunzelf te vergeven in alles wat ze hebben gedaan. Vergeef jezelf en een ander, maar vooral jezelf. Alles. En begin dan opnieuw. En dat sluit heel mooi aan dat stukje dat je op de bank moet gaan zitten en jouw zijn moet voelen in je lichaam. En luister wat je lichaam je nu vertelt. Want we zijn moe. Hè, zoals Diederik het zei, misschien is het nu heel handig om niks spiritueels te doen. Ik had ooit geleerd, hè, dat was Paula ook, hè, maar godin, de therapeut godin, waar iedereen naartoe moet. Deze week is het de week om aardse dingen te doen, zoals gewoon een patatje eten. Je ramen zemen. Even niet te veel omhoog gaan. Gewoon in je lichaam. Precies wat Diederik zei. Even stoppen. Even. Want we hebben juist zoveel energiewerk gedaan. Dat we daardoor even niet zien wat in werkelijkheid gebeurt. Ga zitten in je lichaam. En kijk. Even niks.
Kijk even je vlogs op YouTube, de tarotlezers, Tamena en de rest en de vriendinnetjes, de Get Along. Zeg ik, ik heb een naam voor ons. Met Mara, de wij nu, de vuurtekens, de vier windrichtingen noem ik ons bij elkaar. En hoor ons aan, luister goed en zit en integreer dat allemaal en voel je lichaam. Vandaag heb ik gekozen voor de boodschappen van de engelen. Kijken wat ze willen ons vertellen vanuit boven. Ik ben benieuwd. En vandaag was de kaart eiland. Die heb ik niet bij me, want ik moest rennen om te vloggen. De kaart zegt het ook. Ga even op je eiland zitten. Voel je lichaam. Voel jezelf. Voel je aanwezigheid. Het is zo mooi en genoeg. En dankbaarheid. Woensdag. Donderdag. Dan gaan we naar de weekend. Oh, wauw. Nou. Wauw. Voor vandaag nog en gisteren. Nu je de engelen om hulp hebt gevraagd, is het de bedoeling dat je voor open staat voor innerlijke leiding en ondersteuning te ontvangen. Je verdient het om hulp van boven te krijgen. Stille tijden. Voel je lichaam. Voel je lichaam aan. Je lichaam is je iets aan het vertellen. Dat had ik gisteren. Ik heb geluisterd. Even niet vloggen. Zodat ik deze download in gisteravond op de bank kon krijgen. En daarom was de dag ook zo begonnen. Ik moest geleid worden. Ik moest het controle loslaten. En vergeet die Mercurius en de Venus in de Scorpio. Dat zien we allemaal terug. Allemaal terug. Wees geen slaaf voor jezelf. Ja, de leeuw en de weegschaal in de maan. Dat is eigenlijk lucht en vuur, blijf het zeggen. Maak het sprankel van binnen. Door rustig op de bank te zitten. Deze kaart vind ik altijd geweldig. Hier is Maya. En hier is Rosetta. Samen, woensdag, donderdag. Eerst eens. Dit is voor jou een tijd van leren en studeren. Voor je persoonlijke groei. En het vinden van je levensopdracht. De engelen zullen jullie helpen. En begeleiden bij dit proces. Je hebt de gave om met jonge mensen te werken. En je levensmissie houdt in. Dat je kinderen helpt. Les geeft of een ouder bent van een kind. Just be you. Voor nu. Voel je persoonlijke groei. Kijk daarna terug. Ga op de bank zitten en ga naar je groei kijken. Dat is misschien een hele goeie. En dan kan je in je lichaam zitten en naar je lichaam kijken. Ai jezelf. Vertel hoe mooi en hoe lief. Ik en Winette vroeg altijd. Dat innerlijke kind. En dan gingen we naast elkaar in het bos. En dan gingen we elkaar naar en dan gingen we lachen. En dan had ze zelfs over haar, hè, dat ze wat ouder werd, dat ze hier dan allemaal, ik ben het vergeten, noemde ze de mooie kraaienpoten. Doe dat. Ga jezelf aaien. Voel je lichaam. Zo mooi. Twee achten. Dan zou je je tempel waarderen. Want daar gaat het om. We zijn al zo geestelijk en in de ziel zo hard aan gewerkt dat we nu even naar het lichaam moeten gaan om dat te waarderen. Want dat is eigenlijk jouw voertuig hier op aarde, jouw avatar. En daar moeten we ook heel zuinig op zijn van de mensen die maar doorgaan en doorgaan. Want het is hetzelfde, hè? Dat zeg ik heel vaak tegen mensen. Wanneer je een kleine teentje hebt gebroken. En dat doet dan zoveel pijn. En dan heb je eigenlijk niet door hoe vaak je hem eigenlijk gebruikt. Pas wanneer het verwond is, denk je, ach, dan voel je het constant. Omdat je constant in beweging bent met je lichaam. Geef je lichaam het rust, zodat ze je kan vertellen wat ze nodig hebben. Hij of zij, jouw lichaam. Kijk in het weekend wat je gaat ontdekken als je in je lichaam gaat zitten. Je bent een lichtwerker. Je komt op aarde om je licht, je liefde te delen. Je creatie te delen, om te manifesteren. Punt, eigenlijk om gelukkig te zijn. Om je levensopdracht, je missie. Want dat is jouw vreugde, jouw geluk, jouw vrijheid. Je bent een lichtwerker. Het universum vraagt je om dringend om je goddelijk licht en liefde net als een engel over de aarde en haar bewoners te schijnen. Steek dat lichtje aan. Kung in je lichaam. En wees alleen maar aanwezig deze week. Vergeef. 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 Oh, ik moet boeren. Zo, dus het wordt loslaten. Nog een keer. Nou, ga ik al nu voor jullie loslaten. Oh, yo. Zo, ik voel het. Even niks doen hebben mensen nodig om te horen. Bedankt Diederik en al mijn andere collega's. Even
Hold on, wait a minute. I'm the 90s girl. Dat moet je even achterkomen, dat hek dat ik dans. Dus dat besef ik als ik in mijn lichaam ga zitten. De liefde. Daardoor moeten we in onze lichaam de love. Voel het. De singles. De verliefde. En de relatie, people. Samen, de verliefde mensen. Waarom zo koud? Somebody else. Oké, de onderste kaarten. Je wil een eerlijke man of een vrouw zijn. En je hebt een richting waar je naar kijkt. Kijk, de lucht is aan het opklaren. Je weet waar je heen wilt. Getrouwd, pony, unicorn. Maakt niet uit. Jong, oud, 15, 16. Als je verliefd bent, je bent in de liefde, in de reis, drie enen. Je wil nu eindelijk heel eerlijk voor jezelf zijn en voor de wereld en vooral voor je hart. Dat is het thema in de liefde. En daardoor, oeh, vier enen, halleluja. Wauw, wie komt bij mij binnen? Dat is het doel, toch? Vooral deze week, vooral dat is geboren. En nou gaan we dus naar de lichaam. De single. Binnenkort. Niet al te lang. En dat mag jij beslissen. Het healing van je hart. Misschien heb je al zo hard aan gewerkt. Misschien ben je eigenlijk al geheeld. Maar je voelt het niet. Omdat je niet stilstaat in je lichaam. Dat ben ik spiritueel. Ja, wel wat spiritueel. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Alleen maar zelfzorg. Self-care. Dat is wat ik van je vraag. Gewoon lekker lotion insmeren. Cremetje voordat je naar bed gaat. Die dingetjes. Veraards en een patatje eten ergens. Of lekker shoppen in de stad. Zodat je hart steeds meer open gaat. En voor de singles die hun hart al hebben geopend. Het komt 12-12. Drie drieën die in hun kracht staan. Binnenkort. Zie je? Want je hebt zo hard aan jezelf gewerkt. Is daar al voorbij. Hè? Dus we gaan richting. Kijk dan. 3 maanden, 3 stappen, 3 weken. Als je net hier bent, geef ik je 3 jaar. Want daar geloof ik in. Je hebt altijd 3 jaar nodig om aan jezelf te werken. Dat heb ik ook gedaan. Zeer zeker in therapie, cursus, alles. 3 jaar lang. Begin. Verliefde mensen. Dit is de kaart voor mij, de leeuw. De leeuw is wat angstiger. Of de verliefde mensen zijn bang. Omdat ze nu wat afstand of verkoeling voelen. En er is dan een dame met bruin haar of een heer met bruin haar en gekleurde ogen of lichtere ogen. Die dat een stress geeft voor de mensen die verliefd zijn. En ik heb nog een verhaal. Deze dame, als jij weet dat je daarop lijkt, dat je donker haar hebt met lichte ogen of een meneer. En je kijkt angstig of kijkt van komt het nog of niet, want je denkt dat het koud wordt. Dan ga ik je vertellen, in de winter gaat dat zeker meer gebeuren. Want mensen zijn onderweg naar elkaar toe. Vooral die 10-10 poort met dat Isis healing. Die hebben dat aangegeven. Als je zeker op de 20ste een signaal van je tweelingziel. Of je soulmate of degene. Je ware waar je wil zijn. Dat was een teken. Word niet zo koud. In de winter komt diegene je opwarmen. Voor de verliefde mensen met donker haar en lichte ogen. Dus dat betekent ook gewoon als je bruine haar hebt en dan, ik bedoel blond. En dan heb je echt van die felle, felle ogen. Jou bedoel ik ook. Het gaat erom dat je haar, je ogen fel zijn. Weet je. Mensen weten wat ik daarmee bedoel. Donkergroene ogen. Of blond met bruine ogen. Het komt eraan. De relatie mensen. Je hebt die reis nodig om te snappen over je familie, die spirituele reis. Heb je nodig om weer in dat familiegedeelte te komen. De mensen die nog bij elkaar horen. En mensen die niet bij elkaar horen, jou, die moeten zowel de man, de vrouw, een familie achterlaten voor de reis. Om aan een nieuwe familie te beginnen. Dit kan ook je zielenstam zijn. Dat hoor ik ook. Zielenstam. Ik zie een vrouw.
Volgens mij ben je een vaste kijker met twee kinderen die je opnieuw moet beginnen. Je hebt donker haar. Ik wil bijna. Ik zie je weer. Ik denk dat ik al weet wie jij bent. Schatje, het is goed om alleen op reis te gaan. Samen met je familie of met je twee kinderen. Ik zie vrouwen. Ik zie vrouwen die echt de man moeten gaan laten en met hun kinderen moeten vertrekken richting een nieuw huis. Ik zie het zo helder. De vrouwen die onderweg zijn, die weten dat ze daar niet horen. Het komt helemaal goed. Want je doet het in de naam van de eerlijkheid. God kijkt. God kijkt dat het beter is voor jou en je kinderen. En voor degene die teruglopen naar huis, voor het gezin, zowel de man en de vrouw, kijk dan, het wordt wel weer het gezin. Op het moment dat je jezelf kan vergeven voor alles. Zowel de man en de vrouw, de unicorn of de pony die samen zijn. De moment dat je jezelf hebt vergeven, kun je weer teruglopen en de waarheid vertellen. En in de tussentijd hoop ik dat degene die daar staat ook zichzelf heeft vergeven voor meer vreugde. Ik ga niet te lang vloggen, zodat de uploading gewoon veel sneller gaat. Ik zie jullie dan donderdag. Morgen kies je een kaart uit, dan ga ik veel meer specifieker. Zit in je lichaam en vergeef jezelf van alles. Denk aan Deepak Chopra. Ga readings van hem kijken, of readings doet hij niet, maar blogs, vlogs. Wat je vooral moet doen, is zijn challenge doen. Ik heb die 21 dagen net afgerond. Weer zijn mijn ogen een stuk geopend. Dus ik vraag iedereen, die 21 dagen challenge van Deepak Chopra, begin vandaag. Dus 21 dagen in je lichaam en elke dag huiswerk. Ik wens iedereen om dat te doen. Geloof me. En in november beginnen die 90 dagen. Dus heb ik mezelf al voor ingeschreven. Dus zoek hem op. Zoek hem op. Kusje op je hart. En nog eentje. En nog eentje. En ga rustig de bank zitten. Collega's, bedankt. Ik waardeer jullie. Ik kijk altijd naar jullie. Volgers, familieleden. Ik voel spanning hoe ik afscheid wil nemen om gedachten te zeggen. Massage. Het gaat allemaal om het lichamelijke wat je nodig hebt. Op de aardse manier. Dus ook lekker eten. Voor sommige mensen die honger lijden om te lijnen, ga lekker een patatje halen. Dat maakt het ook aards, want je bent zo bezig. En dat is niet nodig. Okay, love you all. Bedankt voor het kijken en tot donderdag is het. Dikke doei doei. En gedraag je, dat doe ik meestal. Doeg.